Hoi iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op Project Minecraft. Ja, ik ben Bo. En ik ben Roy. En wij zijn... Always Games. Gaan we dat nou nooit meer op de leuke manier doen? Nee, oh. Mag niet meer. Oké, okay. Nee, grapje. 3, 2, 1. Always Games. Oké, dat was het. En wij staan hier vandaag in een nieuwe server genaamd... hoe heet die ook alweer? De Sky Network. Oh, en we staan hier bij een hele mooie... Emerald boom. En... Hij is echt vet, hè? Ja, en er is heel veel mooie wool art hier. Ik doe even een blokje om. Bode, een blokje om. En Bo, kijk uit voor die dingetje, anders vlieg je weer de lucht in. Ja, de pressure plates. Overal staat zo'n rare octopus. Ik weet niet waarom. En een vliegtuig. En ja, heel mooi, heel gezellig, heel feestelijk. En ik ga nu weer naar de plek waar we net stonden. Yep, is goed. En als je denkt van, hè? Waar is Roy's skin heen? Die is op vakantie. Ja, inderdaad. Hij is eventjes een blokje om. Nou ja, ja. Opeens, daarnet zag ik ook op mijn website dat de skins time-out waren. Weet ik veel hoe het allemaal in elkaar zit. Dat was gisteren ook. En mijne doet het vandaag wel. En gisteren deed mijne het weer niet. Dus het is weer... Nee, inderdaad. Ja. But I don't care. Maar dat maakt even niet uit. Inderdaad. En vandaag gaan wij naar daar. Naar Run from the Beast. En wat is dat precies? Want ik weet het helemaal niet eigenlijk. Nou, ik heb het één keertje gespeeld net. En om eventjes te kijken of het leuk is. Het is echt heel erg leuk. Eén iemand is een monster. En je zit in een soort doolhof. En dan moet je parcouren ook. Ho, ho. Ja, kijk uit. En je moet gewoon heel snel wegrennen voor eigenlijk een monster. Want een paar seconden nadat jij in de game zit, wordt het monster zeg maar vrijgelaten. En die gaat dan achter je aan zitten. En het monster kan je slaan of zo. En wie het laatst overblijft, die krijgt armor en een zwaard volgens mij. En die moet dan proberen het beest te verslaan. Zo hé. Zoiets was het. Oké, nou dan gaan we maar snel joinen. Het klinkt uitdagend. Ja hè? Eens even kijken hoor. Nou jongens, we zitten eindelijk in een potje. Het duurde heel lang. Jeetje. Oh, daar gaan we al. Runners get ready. I'm so ready for this. Wij zijn runners en één iemand die is een beest, maar die zien we durven niet. Maar waar moet ik heen? Jawel, die staat daar. Waar moet ik heen? Oh. Waar? Nou, straks. Kijk, nu zijn we gespand, volgens mij. Ja, Bo, kom op. Oh, nu moeten we springen, Bo. En schiet op. Ja, okay, hallo, ik ben al bezig hoor. Ik zeg Bo, schiet op en ik was nog helemaal niet zo ver. Oh, hier moeten we op het parcours. Oh shit, ik ga via beneden hoor, want ik ben allemaal helemaal kan gevallen. Ook? Ja, denk het, ik ben al gevallen, dus ja. Ja, doe ik het ook. Anders loop je zo'n lonely. Dus we hebben een parcours en dan gaat het beest achter ons aan of zo. Ja, maar dat beest, dat is gewoon een persoon hoor. Maar die moet ook het parcours lopen. En die start later of zo. Oh shit. Ja. Oh, Bo. Ik kan niet zo. Shit, nee, ik moet terug. Moet je echt terug? Ja, ik kan niet zo. Oh, ik moet heel ver springen. Ik heb hem gehaald, hoor. Zo. Dat lukt niet. Ik ben pro in parcours. Ik heb het nu gezegd. Grapje. Ik heb een chest gevonden. Er zit een stick in. Ik kan iemand mislaan. Niet mij. Nee, dat beest. Oh. Dat in die chest. Yo, ik doe het goed vandaag, zeg, met parcours. Als je nu valt, dan ben je... Dan ben ik het haasje. Time to get up. Oké. Okay. Waar? Oh, hier? Ja, denk het. Oké. Okay. Zwemmen. Oké, okay, Oh nee, dit is het helemaal niet, of wel? Nee. Ja, er staan allemaal mensen in me. Ik zie niks meer. Sorry. Oké, okay, nee, dit is het niet. Oké. Okay. Oh, hier. Oh, zo. Hey, Limbo. Oké, er staat hier een fence boven. Fence? Oh, inderdaad. Zo. Still zag hem bijna. En als je hier valt, dan moet je hem omhoog. Of niet? Als je hier valt, dan ben je een lul volgens mij. En dan ben je het haasje. Oh, en nu weer zo? Oh jeetje. Wow, dit is best moeilijk, man. Nou ja, we zijn nog geen één keer gevallen, dus het had... Ja. Nee, dat is waar. Ik zie het beest! Ik zie hem! Nee. Waar? Ja, dit is toch met dat diamond armor aan? Waar zie je hem dan? Daar. Ik inderdaad, Bo. Waar? Hè? Oh. We gaan nu Pinkman Slap doen. En het is hier ook echt helemaal letterlijk in het roze. En
het spel wat we net deden, hoe heet dat nou? Run for the Beast. Ja, Run for the Beast. De server daarvan viel uit, dus we gaan nu dit doen. En hopelijk wordt dit een beetje lachen. Ik weet niet precies wat het helemaal is, maar... Ik had net gelezen dat je op een dat je een stick krijgt en dan moet je mensen van de wereld afschoppen, zeg maar. Oh. Maar ik weet niet waarom het dan Pink Man Slap heet, maar yeah, I don't care. En iemand had het ook in de comments gezegd dat wij dit moesten gaan doen. En stel, je hebt ook een leuke minigame die Bo en ik moeten gaan doen op Project Minecraft. Ja, laat het dan achter in de comments. Want dan misschien spelen we jouw spelletje wel. Jouw spelletje nog wel. Jouw spelletje. Ja, en we hebben nog één speler nodig en dan kunnen we beginnen. Tenminste, ik zie... Ja, oh, we beginnen. Oh, daar gaan we. Er is iemand binnen, hoor. Okay. Oh, daar gaan we al. Kijk eens nou hoe snel het gaat. Oh, daar gaan we. Ik heb een stick. Ik ga Roy slaan. Nee, match starting in 4, 3, 2, 1, go. Holy moly. Oh, ik heb geen idee. Er gaat TNT. Die blokken gaan weg. Dat wist ik niet. Oh, je leeft nog. Oh je leeft. Oké, okay. Goorlap. Goorlap. Nee. Oh, dit vind ik leuk. Oh, je ik kan weer... nog. Oh, je kan wel dubbel jumpen, dus als je op tijd bent... Oh ja, inderdaad. Oh shit, ik loop er weer overheen. Ik vind het wel lachen. Oh nee, oh. Oké, nu moet ik stilstaan, want dit gaat helemaal mis. Goorlap, ik zie een goorlap. Smeerkees. Jong. Goorlap, goorlap. Je hebt 7 levens blijkbaar, volgens mij. Oh, is die van mij want nu? Ik zag net, ja, je hebt er nog 3. Ja, er zit weer een goorlap voor me. Weg jij nu. Nee, oh ja, ik ben er. Helaas. Nu wil ik een keertje kills maken, hoor. Ja, ik heb er al 2, je hebt er pas 1. Ik heb een bom of zo. Een bom? Oh, zijn er ook power-ups? Ja, ik heb een fireball gepakt. Een vurig bal. Oeh. Ben je gevallen? Nee, zeker niet. Oh. Ja, ik zag iemand anders vallen. Ja, Bo, ik zie hoor. Ik ga in je rug prikken. Oké. Nou, kom eens hier. Hey. Goordoek. Nou. Ah, doei goordoek. Oh nee. Doei goordoek. Oh nou. Ik vind het wel lachen dit. Oh jeetje. Oh nee. Zijn hun nou allemaal af? Oh nee. Oh, ze staan hier boven joh. Ja, hoe komen ze daar dan? En je kan dubbel jumpen hè. Dan kan je er ook op komen. Ik sta er nu ook op. Hey, je goordoek. Waar? Was ja, ik hier het? Bij mij. Nee, jij was het niet. Bo en ik die schelden nu met zulke rare scheldwoorden, jongens. Het is heel kinderachtig, ik weet het. Goorlap, smeerkees, goordoek, slotaap. Ik zit vast in de kopmap of zo, ja. Oh, dat is niet... Oh, dan ga ik jou even eraf mappen, hoor. Kom dan. Oh, nee. Oh. Doei, goordoek. Nou, ja, ik kan nu niet weggeslagen worden, omdat ik er vast in zit. Je is er bovenaan met 4 kills. Hey. Really? Oh, goordoek in beeld. Oké, okay. I'm so out of here. Oh, nee, een goordoek. Zo zei je dat, Bouw. Boker was killed bij Hello Roy. Ik heb niks gedaan, oké. Okay. Nee, dat vond ik ook een beetje raar, ja. Oké. Nee. Nee, ik ging bijna vrijwillig het gat in. Dacht je dat? Bo, ga hier een hoekje goordoeken. Campen? Wat? Ga hier een hoekje campen? Iemand heeft hier nog 7 levens. Hoe durft hij? 7? Hoe durft hij? Ja, dag. Ik ben ook weer gevloerd. Roy has gone down. Mad. Hey, wat doe je nou? Je legt een TNT'tje neer. Ja, lekker hè? Liggen die power-ups in die kisten dan steeds? Nee, ik zeg het niet. Oh, ga me het niet zeggen? Nee. Hey, vieze vuile snotaap. Nee, ik ben er weer doorheen gevallen. Oh. Yes, ik sta hier bovenop. Eindelijk. Het lukte me. Oh, je bent er boven. Oh, ik ga het parcours doen. Oh, jij denkt, we zitten in een hele dikke goede strijd. We gaan er tegenaan. Nee hoor, Bo, die gaat eventjes een parcours doen. Nou, die is hier toch ook, joh. Oké, gek huis. Nou, sla me niet heel de tijd. Jawel, ik ga... Oh, ik heb ook een power-up. Ik heb een bom. Ik heb een... Oh. Godverdomme, goordoeken. Ik lig er weer af. Ah, je kilt jezelf. Ik had een bom. En ik dacht, oh, die bom gaat dan wel af of zo. Maar ik leg hem naast me en dan ga ik wel wegrennen. Nee. Doei, Roy. Gore dat was je laatste leven. Echt? Wat dan mijn laatste?
Oh ja, inderdaad. Oh, helaas. Maar ik dacht, ik leg die bom er neer, dan ren ik wel weg. Maar die bommen gingen wel af, hoor. Helaas. Hey, een power-up voor mij. Hey! Ja, oh nee, hij is in de trap gevallen. Laat maar. Oh. Ho, ho, ho. Goordoek in beeld. Oh, nee. Nee, nee. Oké. Okay. Jongens, weet u nog in de vorige video... vorige PM minigames, als je het nog niet hebt gezien... moet je even kijken, want Bo... ging in die video... Oh, we gaan nog een potje, blijkbaar. Oh, echt leuk. Oh ja, vind ik wel leuk. Bo ging in dat potje, ging in die video... zei ze... wat was het nou ook weer? Ik zei, nee, goorlap. En toen zei ik, nee. En toen had jij het bewerkt zo van, nee. Oh. Ik vond dat zo leuk. Ik heb er zo hard om gelachen toen, hè. Dat was echt geweldig. Oh, ja, lekker kinderachtig. Actie weer van me. Oh ja, Roy, iedereen die vindt ons altijd heel kinderachtig. Dus misschien moeten we even heel serieus gaan praten nu. Oké, hier gaan we dan. Yo, Bo. Wij staan nu hier in de roze lobby. En, roze lobby? Ik zit in een potje. Oh, ik ben in de wachtrij. Oké, dan haak ik er ook even uit. En we beginnen zo al. Of nou ja, we beginnen... Nee, we beginnen niet. We moeten nog wachten op twee spelers. En ik heb er weer zin in. Ik join jou wel even. Hopelijk heb je er ook zin in. Ga er maar uit. Leuk, hè? Moeten we voortaan lekker zo saai praten? Ik vind het best. Ik vind het grappig. Yeah. Oké, okay, Bo, wacht. Yeah. Ik ga even jou joinen, want jij moet nog twee players. Ja. Yeah. Oké, dan doen we nog even één rondje. En dan is het over met de pret. Oh. Ik ga eventjes snel naar meneertje, hoe heet het? Pikmin Slap. Bo, ik heb een hele leuke grap. Maar dan moet je er echt even niet in doen. Wat dan? Yo, mijn Pikman, je slap. Je weet dat ik dat erin ga doen. Nee! Jawel, Roy, dat moet. Oh, goordoek. Wat zijn we toch weer kinderachtig? Hoe oud zijn wij? 13? Smeerkees. Als iemand kijkt die Kees heet, het gaat niet om je naam. Nee. Het klinkt leuk. Smeerkees. Nou, Roy lacht nog steeds op zichzelf voor zo'n grapje. En hij is heel slecht. Ja. Heel kinderig. Als je je afvraagt wat ik drink, dit is een groene smoothie. Ew. Ik drink cola vanille. Oh ja, dat is ook gezond. Mm-hmm. Oké, we beginnen. Nog één potje Pikmin Slap. Denk je weer aan je grapje, Roy? Oh, dit is een grotere arena. Ja, dat is leuk. Je kan je nog meer op parcours, jongens. Oké, here we go. And there we go. We zijn begonnen. Yeah. Oh, ik... Oh. Ik dacht ik ga parcouren, maar nee, die jump is wel heel ver. Inderdaad. Ik zie het. Maar je kan dubbel jumpen, hè? Don't forget that. Ho! Oh, ik heb armor gepakt, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Pas gevallen. Oké, ik leg het alweer terug. Ik leg het netjes terug. Ja, ik heb het helemaal niet nodig, dus waarom zou ik het oppakken, joh? Wat heb ik nou weer? Een bom. Ik heb een bom, hoor. Roy, ik heb een bom. Heb je een bommetje? Ik heb een bom en ik ga hem gooien. Nou. Op mij zeker. Oh shit, ik gooi hem op mezelf. Ik had precies hetzelfde probleem daarnet. Ja, dat wat is jij toch nu hebt. Stom met dat potion. Ja. Ja. Ik gooide hem echt naar iemand toe, maar nee, blijkbaar niet goed. Nou, dat is gewoon een... Oh, ik heb iemand eraf gedaan. Ik wilde wat anders zeggen, maar doe maar even niet, hè? Hey! Goed. Anders zijn we weer kinderachtig. Dat ben je sowieso al, dus... Oh shit. Ja. True story, bro. Ik wou parcouren, maar het is mislukt. Oh, ik val naar beneden. Ja, maar Bo, het is een potje van de strijd waar ik er weer van afval. Ja, nice. Oh, ik dacht ik gooi vuur op iemand, maar dat is ook al mislukt. Alles mislukt in dit potje, joh. Nou, lekker dan. Ik kan er niks van. Oh, je hebt iemand gekild. Hey, Bo! Hey, goorlap in beeld. Hey, smeerkees. Waar ben je nou weer? Oh. Hier. Oh, nee. Hallo. Goordoek. Je hebt me eraf gegooid.
Wat heb ik nou weer? Slowness potion. Oh, die ga ik op boven gooien. Nou, ik denk niet. Nee, want ik ben er al af, dus dat kan je nog niet doen. Oh, ik heb weer wat anders gegooid, maar ik weet niet of die raak was. Weet je dat ik nog... Oh, ik heb wel 2 kills. Ik wilde gaan zeggen dat ik nog 0 kills had. Maar blijkbaar heb ik wel kills. Hey, Bo! Hey! Dag, oh, doei, Roy! Nee hoor, ik ben er nog. Oh, I'm back. Gun. Iemand is onzichtbaar. Je ziet alleen zijn arm, hoor. Dat is echt heel raar. Hey, ik zie het. Hey, er ligt een bommetje hier. Zie je? Oh, ga je dat kan je oppakken. Gooien. Het is een fireball. Hey, hou jij eens op. Hey daar. Iemand is onzichtbaar en heeft alleen een stokje in de lucht. Ja, ik zie de stok wel, hoor. Hey! Bo, hou eens op met draaien. Nee. Nee, lapgoor. Lapgoor? Ga je eens even... Nee! Oh, nee! Ik had dat keihard op. Nee! Nee, ja, doe het eens voor de grap. Oké, straks als ik bijna dood ga, dan ga ik dat doen. En dan moet Bo eventjes echt vermoorden nu, want dan gaat Bo weer het leuke nee zeggen. Oké. Ja! Ik heb ook mezelf weer gekild. Oh nee. Inderdaad. En je hebt mij vermoord. Ja, en dat is dan wel weer goed, hè? Oh nee. Ja. Nee! Goorlap! Nee! Nee! Oké, dat was het. Nu doen we het met opzet, maar de vorige keer was het echt gebeurd. Ja. Oh shit, nou. Oh nee. Goorlappen? Ja. Zit je goorlappen? Ik ga dubbeljumpen. Oh shit, nee. Oh. Ik ben weer dood. Ik wil heel de tijd naar zo'n kist toe, maar dat lukt me maar niet. Ik ga dat gewoon niet meer proberen, want nee. Ik heb een diamond sword. About that? It's real good. Ik ben alweer dood, hè? Oh, dacht ik zocht jou al, maar nee. Je kan me niet vinden. Een gouden appel. Appel. Nee, Bo, even serieus. Serieus, een appel. Ha. Een appel. Ik heb een buttercoin. Heb je een buttercoin? Wat is dat? Ja, hier hebben ze iets met boter. Ik heb geen idee. Ik heb een majestic weenie wand. Volgens mij heeft iedereen die. Ja, weet ik, maar het klinkt zo raar. Hey, ik heb een diamond sword. Ik zit in een ander potje. Oh, het is een hamer. Shit. Hey. Shit. Ik had net mijn invisible potion gedronken. Ja, wat jammer nou. Oh, ik ben helemaal dood. Jongens, weer bedankt voor het kijken naar deze video van ons. En ik sta hier even alleen, want ik kan Roy niet vinden. En ik heb geen idee waarom dat is. Ik ben weer een blokje om. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Als je hem niet leuk vond... Wat moeten ze dan doen? Nou, ik dacht dat ze dat hadden nog steeds moeten doen. Hey, dat was het helemaal. Nee. Dus, weer bedankt voor het kijken. En dan zeggen wij... Vrede. Dag. Nee, oké. Okay. Dag. Nee, okay. We doen het even op onze manier. Hè? En op de samme manier. Even mikmak mix. Okay, en 3, 2, 1. Vrede. Oh, ik zei peace. Nee, okay. Vrede. Oké, vrede. Ja. Dag. Maar in ieder geval... oh, op de microfoon. Als je deze video leuk doet... je zei het weer! Oké. Als je deze video leuk... Nee! Hoe was ons zinnetje nou? Ik weet het niet meer. Als je deze video leuk doet... je doet het weer! Als je deze video leuk doet. Jongens, ik zei net dat jullie de video leuk moeten doen. Oké, nu gaat het goed. Even serieus, Bo. Even zo. Oké. Jongens, weer bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Sorry.